Het is stille zaterdag. Hoezo? Ik hoor auto's, ringtones en gesprekken. Noem je dat stil? Sst, stille zaterdag. Ik ben aan het bedenken wat dat betekent. Huh? Nou, gisteren dachten we aan de dood van Jezus. Morgen vieren we Pasen. Deze dag zit er tussenin. Stille zaterdag, zo heet het vandaag. Maar het is niet stil. Nee, klopt. Het is niet stil, maar het voelt wel stil. En dat is een verschil. Voel jij stil? Hoezo? Weet je hoe het is als iemand doodgaat? Als iemand zomaar sterft, of nog veel erger? Ga je dan zingen? Loop je hard de trap op? Schreeuw je over straat? Nee, natuurlijk niet. Je fluistert, je beweegt voorzichtig, je tikt iemand op de schouder, je mobieltje zet je op een trilalarm. Dat hoeft niemand je te vertellen. Je wordt vanzelf stil, door de dood. Je lichaam lijkt 10 kilo zwaarder. Je ogen zijn een beetje dof. Je houdt je schouders op. Nee, nu geen zin. Het is lang geleden hoor, van Jezus. Moet ik daarom vandaag stil zijn? Nee, je moet niks. Maar het zou wel kunnen. Stille zaterdag geeft je gedachten. Wat voor een gedachte? Nou, ik denk aan Jezus. Aan zijn dood, aan het verdriet van zijn vrienden, zijn moeder. Ik heb ook gedachten over de dood van alle mensen. Iedereen gaat dood. Rustig of heel ruw. Vanzelf of heel gemeen. Met lieve mensen erbij of verdrietig alleen. Ik denk liever aan wat anders. Ik hou niet van de dood. Geef mij maar Pasen met bloemen, licht en vrolijkheid. Ze zeggen toch dat Jezus is opgestaan? Maar je kunt toch niet omslaan als een blad aan de boom? Gisteren dood, vandaag leven. De dood is indrukwekkend en sterk hoor. Die schuif je niet 1, 2, 3, hoppa aan de kant. Je hebt tijd nodig voor je woede en verdriet. En om gemist te voelen in je lijf. Als je doorholt, kun je niet goed feest vieren. Dan weet je niet echt waarover het gaat. Waarover wat gaat? Nou, Pasen, opstanding, nieuw leven na de dood. De dood van Jezus. Ja, ook van alle mensen. Door Jezus zijn we dat gaan zien, dat dat kan. Echt waar? Ja, ik weet het niet, dat zie ik nu te bedenken. Ik bedenk ook wat. Soms lijkt het helemaal over, voorbij. En dan gaat het toch weer verder. Bedoel je dat? Ja, doodgaan en bij God verder leven. In de hemel en op de aarde, dat zeggen ze over Jezus. Nieuw, eeuwig leven, of zoiets. En de andere mensen? Staan die ook op? Is er ook voor hen een nieuw leven? Nou, dat hoop ik. Dat zou ik wel erg mooi vinden. Ik denk dat ik het nu snap. Mijn opa is dood, maar ik hoor hem nog altijd. Hij is hetzelfde. En toch ook weer anders. Vind ik fijn. Ja, precies. Maar had je dat al meteen nadat hij overleden was? Nee, dat duurde wel even. En dat bedoel ik. Stille zaterdag. Nou, ik snap het helemaal. Jij? Sst. Ik wil even aan mijn opa denken. Oké, dan ga ik verder. Tot morgen. Oh, ja, dag.